Eén gast. Twee interviewers. Dit is 2 tegen 1. Bestuurders, kunstenaars, ondernemers, sporters, politici. Ze zitten allemaal aan tafel bij Smalen en Van Geffen. Welkom bij 2 tegen 1. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart voor de deur spreekt Meer Zoetermeer met de lijsttrekkers van de grote partijen die in Zoetermeer meedoen. Vandaag Edo Haan, de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Hartelijk welkom. Meneer Haan, vindt u het ook veel te koud om campagne te voeren op dit moment? Nee. Ik vind het niet te koud. Het is af en toe wel koud hoor, dat is zonder meer waar. Verkiezingen waren vroeger ook wat later in het jaar. Dat mag voor mij best wel, maar ik vind het ook prima zo hoor. De winters worden ook steeds strenger hè, in dit land. Ja, dat zal het zijn. Ja. We hebben een aantal partijgenoten van u, een tweetal partijgenoten van u, stelden onlangs de vraag... Is dit wel gezond om een campagne te voeren met dit weer? En al die vrijwilligers die op zaterdag alle winkelcentra gaan bevolken. Snapt u dat of vond u het een rare actie van uw partijgenoten? Nou ja, zoals Wouter Bos zei, iedereen heeft het recht om één uitglijder te maken in een campagne. En dit was hem dan, ja. Heeft het toch weer met gladheid te maken, zeg maar? Toch met gladheid. En toch even in het nieuws geweest. Hè? Ja. Okay. Is dat eigenlijk leuk, campagne voeren? Vindt u het leuk? Ja, het is over het algemeen echt wel leuk, ja. Je komt echt bij de kraan, echt direct in gesprek met mensen. Toch op een andere manier dan je gewoon bent te doen. Meestal kom je als wethouder ergens binnen. En hier sta je gewoon met je rode petje op en je probeert met mensen te praten. Ja, soms krijg je ook wel beledigingen naar je hoofd. Dat is natuurlijk niet leuk, maar ik loop lang genoeg mee om dat van me af te laten glijden. En meestal kom je tot hele leuke gesprekken. Op zo'n zaterdag in het Stadsrat, hoe vaak hoort u dan het woord zakkenvuller, om maar iets te noemen? Ja, dat hoor ik wel een keer. Ja, dat is toch ook niet prettig, kan ik me voorstellen? Nee, maar goed, dat hoort er allemaal bij. Ja. Ja. Nee, je hoort ook heel veel mensen die zeggen van, dat volletje hoef ik niet, want ik stem toch op PvdA. Ja, en dat is dan weer de andere kant. Is dat kant. Een leuke reactie? Ja, dat vind ik wel leuk. Ja, mensen die zeggen van, ik doe 40 jaar, ben ik al lid of ik stem PvdA. Maar ook mensen die gewoon met je in debat gaan. En ik had laatst nog iemand, daar had ik een uur 15 mee zitten praten, staan te praten. En het was een leuk gesprek. En ik kwam later nog even terug om er even ergens over door te praten. Nou, dat is helemaal geen PvdA-stemmen van huis uit. En dat is toch iemand waar je gewoon een goed gesprek mee gehad hebt. En ja, wellicht gaat hij ook gewoon PvdA stemmen. Buiten campagnetijd doet u dat ook, dat soort gesprekken? Of is het eens in de 4 jaar even onder de burgers de markt op? Nee. Het is vooral de Partij van de Arbeid geweest die zeker in 2006... ervoor gezorgd heeft dat het bestuur in deze stad steeds duidelijker zichtbaar is. Het hele idee van die wijkwethouders komt van de Partij van de Arbeid. En dat is ook wel een trend die we door willen zetten. We hebben ervoor gezorgd dat de budgetten vrijgespeeld zijn in de begroting. €5 per inwoner. Nou, als je in een wijk woont met 10.000 inwoners, heb je dus €50.000 per wijk om daar toch gewoon goede dingen mee te doen. En dat willen we ook doorzetten. Dus ook gelden voor het beheer van het openbaar gebied, van het groen en dergelijke. Daar willen we eigenlijk de wijkbewoners veel meer zeggenschap over geven, over het onderhoud van de stad. Het thema is volgens mij de solidaire stad, als ik me niet vergis. Ja. Kunt u daar iets meer over vertellen, wat dat voor de PvdA althans betekent, een solidaire stad? Ja, solidair is natuurlijk toch gewoon, wat ook ons motto zegt, iedereen telt mee. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, iedereen verdient respect. En wij verwachten ook dat mensen meedoen in de samenleving. Maar dat gaat ook uit van een basishouding ten opzichte van iedereen. Iedereen telt mee. Iedereen is volwaardig. Iedereen heeft respect verdiend. U bent de afgelopen 4 jaar wethouder geweest. 8 jaar zelfs. Ja, daarvoor ook een periode. Ja. Is het tijd voor iets anders voor u? Of bent u wel weer in de race als het zover komt dat de Partij van de Arbeid na de verkiezingen in het college terugkeert? Ik wil heel graag door als wethouder. Daar geen onduidelijkheid over. Ik hoop ook dat de kiezer dat ook vindt. Als ik kiezer anders beslist, dan ga ik wat anders doen. Wat is er zo leuk aan, die baan van wethouder? Nou, ja, ik woon hier vanaf 1986 in deze stad. Dus eigenlijk langer woon ik hier dan in de plaats waar ik ooit geboren en getogen ben. En als wethouder leer je die stad op een hele andere manier kennen. En je bent de hele dag druk bezig, van hele kleine dingen tot hele grote zaken, miljoenen transacties. En je ziet dat een aantal dingen die jij in gang gezet hebt, dat de stad ten goede komt. Neem ons eens mee op een fietstocht van u door Zoetermeer. Wat heeft u bereikt? Waar kunt u van tegen uw kinderen zeggen, dankzij papa staat dat er? Nou, waar ik een enorme bijdrage aan geleverd heb, is dus de komst van Randstadrail. Ik ben hier eigenlijk komen wonen in Zoetermeer, want ik werkte in Den Haag. En ik ging in Zoetermeer wonen, want het treinverkeer was heel makkelijk. Ik heb die sprinter achteruit zien gaan in comfort. En toen ik wethouder werd, toen waren er plannen
al vrij ver gevorderd om dus Randstadrail te laten komen in plaats van de oude NS-sprinters. En ja, daar heb ik een enorme bijdrage aan mogen leveren. En als ik nu zie wat voor een enorm succes dat geworden is, eigenlijk twee keer zoveel reizigers die nu in Randstadrail zitten dan vroeger in die sprinter. En dat mensen dat ook zeer waarderen. En het heeft echt geleid dat in Oostenheim heel veel mensen geen tweede auto zijn gaan kopen. Dus het is op allerlei manieren, het is goed voor het milieu, voor de mobiliteit. Voor mij vergeet u even één periode, dat is namelijk tussen de aanleg en zoals het nu is, zat toch wel een zwart gat van een jaar of twee, geloof ik. Het was buitengewoon vervelend. Ja. Daar heb ik ook enorm van gebaald. Ik ben er verantwoordelijk geweest voor begin 2006. Ik heb het overgedragen in de tijd aan mijn opvolger. En ik heb ook tegen gezegd, met bloedend hart draag ik dit precies, over. Ja. Want ik dacht echt, hij gaat straks met de koningin de het eerste rondje maken. Ja. En ik had echt vertrouwen dat het allemaal gewoon goed geregeld was. Ja, en door botte pech heeft het inderdaad een jaar geduurd dat we zonder die trein zaten. Dat was heel vervelend. Ja. En mensen die er boos over waren, was er buitengewoon terecht. Maar je zag ook toen die twee maanden gewoon goed reed, dat de klachten ook gelijk weg waren. En dat mensen het nu op zeer hoge prijs stellen. Ja. Wat moet er voor de Partij van de Arbeid de komende vier jaar gaan veranderen in de stad? Nou, veranderen. Wij moeten gewoon doorgaan met de goede dingen. Dus Randstadrail moeten we gaan doortrekken tot de A12, tot de lijn Den Haag-Gouda. Wij moeten gewoon doorgaan met het beleid om meer de mensen op te zoeken, meer de wijken in, meer zeggenschap te geven over budgetten. We moeten zorgen dat die stad groen blijft. Wordt zeer gewaardeerd door de mensen. We moeten ook zorgen dat er voldoende werkgelegenheid blijft. Dat is toch een punt van zorg. Er zijn 50.000 banen in deze stad. En ik heb er zelf aan mee mogen werken met de komst van de sociaal-economische agenda. Groei van de werkgelegenheid tot aan de crisis natuurlijk. En nu krabbelt er weer een beetje op. Voldoende strooizout? Strooizout, ja goed. Ook. Maar het is denk ik wel goed om te noemen dat tot begin vorig jaar, tot begin van de crisis, hadden wij het laagste aantal bijstanders in mensenheugenis in Zoetermeer. En dat is meer door het beleid dat de Partij van de Arbeid heeft vormgegeven. Van, je hebt recht op een uitkering, maar als de handjes niet verkeerd staan, wij zorgen dat je ook weer gewoon aan de slag gaat. Heel veel reïntegratietrajecten gedaan. En een hele goede samenwerking ook met het bedrijfsleven. Dus als u mij vraagt, waar wilt u nou mee doorgaan? Nou, met dat soort zaken. Goed minimabeleid. Maar wie kan, gaat gewoon aan het werk. Hoe zat dat met die vierde baan en Snowworld en de Partij van de Arbeid? Ja, dat was gewoon een lastig punt voor de Partij van de Arbeid. Ja, wij zijn dat ook iets waar u trots op bent, hoe dat is gegaan? Uiteindelijk ben ik ook wel weer trots dat wij onze bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Ik was zelf voor de komst van die vierde baan, dat ben ik nog steeds. Maar ik begrijp heel goed dat mensen in mijn eigen partij, maar ook in andere partijen, daar problemen mee hebben. Het is ook geen kleine baan die er komt, daar moeten we ook gewoon eerlijk over zijn. En het is een belangenafweging die je dan maakt. En de een laat de balans die kant opvallen, de ander naar de andere kant. Ja. Ik heb natuurlijk het liefste dat de partij daar eensluidend over is. Maar over dit soort majeure dingen kan het voorkomen dat je naar het verdeeld stemt. En dat is ook gebeurd. Ja. Stelt, de Partij van de Arbeid gaat weer in het college. Zijn er op voorhand zaken waarvan de partij zegt, nou, dat is voor ons onbespreekbaar, daar gaan we niet op bezuinigen. Daar doen we geen water bij de wijn. Of is alles bespreekbaar? Nou, kijk, als wethouder financiën heb ik de laatste jaren voor meer dan 40 miljoen bezuinigd. Dus ik schrik daar zeker niet voor terug. De Partij van de Arbeid neemt zijn verantwoordelijkheid. En wat wij zullen doen is, als er bezuinigd moet worden, en dat gaat echt gebeuren, er zullen zware bezuinigingen aankomen. Mensen die dat niet in hun programma schrijven, die doen echt een kiezersbedrog. Dus laat helder zijn, daar gaan we ons op voorbereiden. En het zal duidelijk zijn, de Partij van de Arbeid zal blijven knokken voor een heel goed sociaal beleid. Absoluut. Ja. Met welke uitslag bent u straks tevreden op 3 maart? In zetels? In zetels? Nou, laat ik het zo zeggen, wij willen heel graag de grootste partij blijven. En kijk, wij zullen niet winnen, dat is duidelijk. Maar ik denk dat alle partijen een beetje naar elkaar toe kruipen. En ik hoop echt dat wij de grootste kunnen blijven. Dat betekent hele lastige onderhandelingen om tot een nieuwe collectie te komen. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja. Dat wordt nachtwerk. Ja, dat kan wel ingewikkeld worden. Ja. Okay. Ja. Succes en sterkte erbij. Dank u wel. Bedankt, succes.